Zaterdagavond speelt NEC een uitwedstrijd bij PSV. NEC heeft het traditioneel lastig tegen de Eindhovenaren. Wat verwacht de trainer van de wedstrijd? Ja, wordt ook lastig. Ne? Top 3 team. Morgen zijn ze meer in balbezit als wij. Hebben wij goede lopende mensen, middenveld. Alles wat een top 3 team uitmaakt, hebben ze ook. Wij moeten goed staan, wij moeten in diepte snel spelen. We moeten goed counteren en wij moeten knokken. Hele 90 minuten en we krijgen ook onze mogelijkheden. Maar natuurlijk, PSV is meer een balbezit. Hebben andere mogelijkheden in de spelerskwaliteit en in het team aan 2. Houdt de trainer vooral vast aan het eigen voetbal? Of is het verleidelijk om te zeggen, we gaan iets meer verdedigend voetballen, want we moeten tegen een sterk aanvallende tegenstander? Ja, ik probeer altijd natuurlijk ons voetbal door te zetten, maar ik denk dat het automatisch ook een beetje komt, dat we mee verdedigen moeten. Waar zou NEC morgen PSV pijn kunnen doen? Ja, ik denk als PSV de bal heeft. Dan hebben ze toch 6-7 spelers voor de bal. En als wij dan de bal krijgen, en dan heb je toch heel veel diepte achter de rug van de PSV-verdedigers. En we hebben nog snelle spelers. We zijn ook niet bang een lange bal te spelen. Dat is ja ook normaal geworden zo'n beetje in Europese voetbal. Kijk, tegen PEC en tegen Go Ahead hebben we ook kansen gehad. En ook tegen Feyenoord hebben we ook 1-2 kansen gehad. Maar ja, dat is nu in het moment het lastige. In het moment dat we ook even over nadenken en even trainen, is dat afwerken. En dat is in het moment slecht. En daar moeten we echt beter worden. Die mogelijkheden komen. Afgelopen 3 wedstrijden verloren. Hoe is dan de sfeer in de groep? Ja, we hebben echt een topsfeer. Dat is natuurlijk geen Jopie Popie sfeer. Ne? Dat is niet jeugd lachen altijd. Omdat wij ook weten, ja, als we nog een paar wedstrijden verliezen, dan komen we natuurlijk echt in grote druk. En 3 keer verliezen heb ik ook nog nooit zo vaak meegedaan. En ja, dat vinden we niet leuk. Maar ja, we proberen de acribisch oplossing te vinden en niet rom te schreeuwen. En ja, ik werk graag met de groep. En ik heb dat gevoel, de spelers werken ook graag met de trainerstaf. En ja, en deze sfeer is eigenlijk normaal. Maar natuurlijk is het leuk als je wint. En daar moeten we echt alles voor doen dat we nu punten pakken. Sonst wordt het nog heel gevaarlijk. Kijkt de trainer naar de onderste regionen nu het allemaal wat dichter bij elkaar komt? Ja, ik ben iedere dag met mijn vak bezig. Natuurlijk keek ik ook vanavond Roda Go Ahead. Zo. Maar we kunnen toch niet beïnvloeden. Zijn er nog bijzonderheden of blessures? Ja, Michael Dieres nam eens een vraagteken. Heeft een beetje knieklachten. Ja, Jero is geblesseerd en alle anderen zijn fit. PSV NEC zaterdagavond 8:15 in het Philipsstadion in Eindhoven.